Gaat hard, hè? Ja. Van boord, hoor. Ja, de eerste bezoekers stromen binnen. Wat verwacht u te zien vandaag? Vette races, mooie beelden. En dat ze het gewoon een dagje naar ons zin hebben. Maar echte motocrossliefhebbers? Ja, zeker geweten. Leuk om Herlings weer een keer te zien. Ik denk ook een beetje de vrouwen, dus, daar gaan we nog van horen, jongens. Maar die zijn hier niet, hè? Kom je helemaal uit Zeeland en dan rijden de vrouwen niet. Jammer. Het gaat hartstikke mooi. Het loopt heel lekker door en veel publiek. Mensen zijn allemaal enthousiast en iedereen is goed gemutst. Het weer is allemaal goed, dus ja, we zijn heel erg tevreden. Gaat hard, hè? Ja. Van boord, hoor. Voor wie ben je vandaag? Voor Herlings. Hoop je dat hij wint? Ja. Gaat hij winnen? Ja, sowieso. Maar voordat Jeffrey Herlings in actie komt, eerste 250cc met 44 Rick Elsinga, de regionale favoriet uit Senderen. Die het goed doet in die MX2-klasse. Rijdt voor het Monster Energy Yamaha Factory Team. En doet de gooi naar de winst in Markelo. Moet dan opboksen tegen zijn grote concurrent Kai de Wolf uit Eersel. De Italiaan Andrea Bonacorsi als eerste vertrokken. Maar die moet zijn koppositie al snel afstaan. De 32 is dat die Bonacorsi. Daar een valpartij en dan is het oppassen geblazen. Op dit circuit van 1800 meter. En dat is vrij lang voor een motorcross circuit. En hier kijken we naar Kai de Wolf. Die helemaal vanuit het achterveld naar voren is gekomen. Kende dus geen goede start van deze eerste manche. Maar haalt iedereen en alles in. En heeft nu de koppositie te pakken. Dan is de grote vraag, waar is Elsinga? Hier weer Kai de Wolf. En als ook de kleintjes een poging doen, zien we dat de Wolf afstand neemt van de rest van het veld. Elsinga komt dan ook wel opstomen. Komt nog niet in de buurt van Kai de Wolf. Maar rijdt uiteindelijk wel naar de tweede plek in die eerste manche. Hier zien we hem met 44. Rick Elsinga dus. Maar hij gaat onbedreigd die eerste manche winnen. Kai de Wolf wordt als eerste afgevlagd. Rick Elsinga is dan de nummer 2. En de Italiaan Andrea Bonacorsi komt als derde over de meet. Op dit circuit de Heerlijke Berg dus, 1800 meter lang. En dat heeft ten opzichte van de afgelopen jaren wat aanpassingen ondergaan. En daar is een reden voor. Vanuit verleden was het circuit langer dan dat we hem de laatste jaren hebben gereden. Het achterste stuk is eraf gegaan. Er waren verschillende redenen voor. Een stukje veiligheid, een stukje beter te bemensen. Je hebt minder mensen nodig. En, maar het achterste stuk, zoals wij dat noemen, wat er nu weer bij aan is gelegd, daar werd heel veel om gevraagd. Rijders vinden het geweldig, het publiek vindt het mooi. Er zit heel veel natuurlijke hoogteverschillen in. En dat maakt het een prachtig stuk baan.
En vorig jaar bestonden we 90 jaar en hebben we gezegd, we gaan hem toch weer in ere herstellen. En dan op een veilige manier, zodat het wel naar de huidige veiligheidsstandaard dat daaraan voldoet. En ja, dat is gelukt en er wordt inderdaad heel positief op gereageerd. Dan de tweede manche. Met wellicht de aanval op de koppositie van Rick Elsinga. Dan in de eerste bocht. Kai de Wolf daar als eerste in, maar die spint dan. En moet dan heel veel plekken toegeven. De Wolf dus in de fout daar, in de eerste bocht. En dat biedt dan weer kansen voor anderen, zoals met 44 links in beeld Elsinga. Zo ontspint zich in die tweede man ook een spannende strijd met de inhaalrace van Kai de Wolf. Die direct na die eerste bocht heel veel mensen inhaalt. In het tweede deel van de race komt dan ook de Deen Mikkel Harop Ringveld. Wat naar voren. Maar het is deze man, uitzender Rick Elsinga, die hier nog steeds de koppositie heeft. En dus een serieuze bedreiging is voor Kai de Wolf, die vanuit het achterveld bezig is met een inhaalrace. Maar dan komt de rest van het veld toch dichterbij. Met ook Kai Karsenmakers. En daar met 74 is Kai de Wolf. Die op indrukwekkende wijze naar voren gaat. En dan ook meer snelheid heeft dan Rick Elsinga. Hier Elsinga. Met daarachter Roan van der Moosdijk. En daar is Kai de Wolf. En die haalt iedereen en alles in. En ziet wederom als eerste die finishvlag. Hij wint dus ook de tweede mans voor Roan van der Moosdijk en Rick Elsinga. Die na zijn tweede plek van de eerste maans nu derde wordt in Markelo. Ik had de eerste maans wat moeite met mijn verkrampte armen. En ik had tweede maand wat geluk aan het begin van de wedstrijd. Vliegende start. Ik had een redelijk goede start. Ik had wat geluk eerst rondje. Dus ik heb even op kop gelegen. Maar ja, de GP-jongens waren gewoon net te snel. Maar ik ben echt wel tevreden over vandaag. De rijding ging erg goed. Ja, na Jeffrey Herlings was de meest gehoorde naam bij de supporters die ik heb gesproken. Toch echt Rick Elsinga. Best bijzonder. Zo voel ik me niet. Elsinga dus overal tweede in Markelo. Motocross ook. Voor alle leeftijden de 85cc, die gewonnen wordt door Dean Grégoire. Maar tweede uit een echte Staphorster motocross familie, Dex Koiker. Ja, het ging best goed. Het was jammer dat er iemand voor me viel in de eerste ronde. Dan ging ik overheen, ik kon niet meer uitwijken. Dus dat was jammer, maar goed teruggereden. Dus daar ben ik blij mee. Uiteindelijk tweede plek? Ja, had liever de eerste plek gehad natuurlijk, maar ja. Veel mensen dus op circuit de Heerikenberg en ook de nodige prominenten die het daar oerend hard zagen gaan. Ik kwam hier al toen ik 8 jaar was. En elk jaar weer? Bij papa op de motor. Zelf ook fanatiek gecrossed, toch? Ja. Een hele moeilijke baan dit, moeilijk te onthouden. Lang en één ideale lijn, heel moeilijk passeren. Maar het mooiste circuit van Nederland. Hij is langer dan normaal, hè? Ja. En dan kun je ook merken dat er minder snel gelapt wordt. Heb je nog een favoriet vandaag? Uiteraard Jeffrey Herlings. Maar heb ik goede tegenstanders vandaag. Maar in de training al 1,7 seconden sneller bent per ronde. Dat is wel echt de baas hier. En straks nog een biertje erbij? Ja, dat zit er wel in. Die kans is er wel, ja. En dan het klapstuk
van de Dutch Masters of Motocross in Markelo. Een van de drie wedstrijden in Nederland is al gereden in Harfsen. En ook Oldenbroek komt er nog aan met natuurlijk. Houdt u nummer 84 maar in de gaten. Dat is Jeffrey Herlings. De Bullet wordt hij ook wel genoemd. Uit Oplo is niet als eerste vertrokken. Die eer is voor Romain Verbre. De Fransman. 8 jaar geleden nog de wereldkampioen. Herlings als derde vertrokken. Net achter Brent van Donink, de Belg. Maar na een ronde of 10 zit Herlings, de Fransman, al op de hielen. En rijdt dan in tweede positie. Jeffrey Herlings dus in de achtervolging en komt steeds dichter bij Romain Verbre. Groen tegen rood. En waar vooraan Herlings en Verbre strijden om de koppositie, is er in het achterveld ook de regionale klasse. Dit is Patrick Tuin uit Enschede. De zoon van Niek Tuin. Ook hij komt uit een echte motocrossfamilie. En naast Patrick Tuin ook nog deze Mike Bolink uit Holte. Hier is ook Magrees in zijn eigen achtertuin. En uiteindelijk in die eerste mars als 16e zou eindigen. Dan weer naar voren. Met Verbre en Herlings. In een strijd verwikkeld. En Herlings komt steeds dichterbij. Want hier zien we dat Herlings bijna de Fransman pakt. Maar bijna is nog niet helemaal. Maar Herlings is gewoon sneller en gaat dan toch langs de Fransman. En hier rijdt hij op kop. En neemt dan ook afstand van Verbre. In de slotronde dus van die eerste manche. En zo krijgt het publiek daar waar het voor gekomen is. Vuurwerk en spektakel van Jeffrey Herlings. Twee weken geleden tijdens de Grand Prix in Zwitserland. Vrouwenveld nog vierde geworden, viel wat tegen. Maar Herlings komt weer op zijn oude niveau. Na een mindere periode. Hier de finish van Herlings, die dus ongenaakbaar de eerste mans wint op circuit de Herikenbergen. Gefeliciteerd wordt door Verbre. Dan ook nog de 125cc met een oppermachtige overwinning voor het Letse toptalent Janis Reisulis. Won ook vorig jaar en ook dit jaar in Markelo de sterkste. Waar 350 mensen in de VIP-tent zitten, zonder geld geen motocross, ook niet in Markelo. En de nodige prominenten die van Herlings veel weten. Hij is snel en hij heeft, het gaat, lijkt wel of het allemaal vanzelf gaat bij hem. Dus ja, dit is fantastisch om naar te kijken. En de strijd in de top is gewoon geweldig. Ze zitten heel dicht bij elkaar, dus nou, is genieten. En als jij dan vanavond thuis komt, wanneer is zo'n dag dan echt geslaagd voor jou? Ja, hij natuurlijk gewonnen heeft. Hè. Als hij twee keer de eerste match heeft hij al gewonnen. En die tweede gaat hij ook wel pakken. Dus ja, dan is de dag natuurlijk geweldig. En hier is hij dan, de ontknoping. In de 500cc. Met 1 Calvin Vlaanderen. En natuurlijk met 84 Jeffrey Herlings. Die als vierde weg is. En ziet dat Verbre, de Fransman, wederom als eerste is. Hier in het groen. Herlings komt dan rap dichterbij. Zakt nog even weg van plek 2 naar plek 3. Maar stoomt dan op richting Verbre. Hier weer Patrick Tuin uit Enschede. In zijn race zou in deze manche als 29ste eindigen.
En vooraan weer die verbeterstrijd tussen Verbre en Herlings. Maar Jeffrey Herlings, hier in Marklo, duidelijk sterker dan Verbre. En halverwege die tweede mans is hier langs. Tussen de achterblijvers, binnenbochtje pakken en Verbre daar met drie vlak achter. Maar dan neemt de Bullet uit op Lo. Verder afstand. En gaat hij winnen in Markelo, ook de tweede mans. Hier Verbre en daarboven in beeld ziet u nu Herlings in het rood. Hij wint voor de zevende keer, rijdt daarmee Gerrit Wolzink uit de boeken. En is dus de koning van Markelo, ook in 2023. De held van de Heerlijke Berg. Ja, inderdaad. Potverdorie, man. Ik wist dat er al zeven waren. Natuurlijk niet elke keer hier wedstrijd, maar ik denk de meeste die ik heb deelgenomen, heb ik toch zeker gewonnen. Dus nee, prachtig om vandaag nummer zeven hier op te schrijven. Ga je Gerrit nog een berichtje sturen? Ik ken Gerrit niet, maar ja, van naam ooit van gehoord. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ja, in ieder geval mooi om hem voorbij te zijn. Ook hier. Hoe kijk je terug op vandaag? Ja, goed. Snelste een tijdtraining en twee keer tweede met de startweg achter Romain Verbre. Ik had wel wat moeite om hem in te halen. Echt hele goede lijnen, heel defensief. Dus ja, was moeilijk. Tweede match nog een foutje gemaakt. Kwam zelfs Brian Boos over me heen. Moest ik ook nog terug inhalen. Dus ik moest wel tot het einde blijven gaan. Maar 1-1 en dat is prachtig. Ik liep er over het parcours. En iedereen die ik vroeg, de enige naam die ik heb gehoord was Jeffrey Herlings. Positief toch? Was positief. Voor wie kom je? Jeffrey Herlings. Voor wie kom je? Jeffrey Herlings. Ja, prachtig toch. En daar doen we het ook allemaal voor. Ik bedoel, ik rijd niet heel veel in Nederland, er zijn maar drie Dutch Masters door ons heel druk wereldkampioenschapkalender. Zoals ik dan hier ben en ik zie al die Nederlandse fans, is toch prachtig. Zeker als ze dan allemaal bij mij komen, of toch velen, dat is heel mooi. Namens het bestuur voor ons genoegen, iedereen hartelijk bedankt.